Morgen. Dus we hebben een nieuwe vlog van Miranda Bauma. Nou, als jullie zien, mijn haar is niet zo perfect. Ik had vandaag een beetje een bad hair day. Ja, het wil niet echt zitten vandaag, maar... Als je een beetje een trilling in mijn stem horen, dan komt het door die steen hier op de weg. Nou, ik heb echt slecht geslapen. Nou, ik heb deze week te horen gekregen dat er een meisje is overleden in een rolstoel. Ze heet Sylvia de Haan. Echt heel sneu. Ik was ook best wel verdrietig om, want ja, het was sneu. Maak je niet vaak mee. Er is nog zo iemand dichtbij me die ik goed ken. Die is overleden. Ze is overleden aan een longontsteking. Dus ik hoop als het met mij wel goed komt. Ik denk het wel, maar... Ik ben nu weg naar mijn werk. Ik ben PNL. Ik ben lekker vandaag de 12 uur aan het werk. Dus daarna ga ik eten met mijn begeleiding. Kamer schoonmaken, was vouwen. Dus ik heb het lekker druk. En ja, ik heb wel een rustig weekje gehad. Ja, die week vrij. Nou, ik krijg dus een beeldhorloge voor mijn arm. Nou, dat is dus omdat ik autistisch ben. Ook PDD-NOS heb. Nou, dat is zeg maar mijn ritueel. Dan weet ik precies wat ik moet doen als ik zeg maar niks weet. Vroeger had ik altijd een pictobad, maar dat hoeft nu niet meer. Maar een beeldhorloge is wel makkelijk, hè. Want dan weet ik ook wat er gaat gebeuren en wat ik moet doen die dag. Dus dat is wel makkelijk. Nou, zoals... ik ga vandaag ook nog naar de ringweg, op zit alweer gezellig. Het is mijn oude woongroep en daarna om 4 uur rond 5:30 ga ik naar mijn moeder, ga ik eten. En mijn broertje ga ik eten, misschien met mijn broertje spelen. Kijk, ik ben er 6 in mijn hoofd, dus heel veel kinderen willen altijd met me spelen, want dat hun doen vind ik ook leuk. Dus dat is wel leuk. Heel veel mensen die... Hoi! Zelfs heel veel mensen die accepteren geen beperkingen. Want weet je waarom dat is? Die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ik ben ook heel erg gepest. Van ja, je bent gehandicapte konijn en... Dat ik niet spoor en dat ik een mongool ben. Dus ja, dat is niet zo leuk, want... Mensen kiezen er niet voor om zo geboren te worden, maar ja... Als je wordt gepest, is niet anders. Ik moet even te lang zo. Even inhalen. Dus ja, mensen hoor je niet te pesten. Maar ja, dat gebeurt toch wel. Maar goed, daarom vlog ik ook. Dan kun je me beter leren kennen. Zoals nu weten jullie weer hoe vroeger gepest ben. En, nou ja, zo weet iedere keer wel wat beters over mij. Maar ik ben echt blij met mijn vlogs. Ik heb alweer 19 abonnees en niet superveel. Maar ik ga gewoon dat het te veel voor heb. Dus ja. Even er langs. Zo. Dus nou, dit was mijn vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Like en abonneer. Blauw duimpje. En wat wil ik zeggen? Wat noem je abonneren nou? Wacht even, hoe het rotonde hoor. Hoe noem je dat ook weer? Moet abonneren. Ik weet niet hoe het heet. Ik kom er niet op. Even langs de rotonde, is het druk. Oké. Als je vloggen en dan... Abonneren in plaats van... Ik kom er niet op hoor, sorry. Ik moet even nadenken. Abonneren. Nou, als jullie mijn vlog willen liken, sowieso abonneren. Ja, ik kom even niet op hoe het heet. Ja, abonneren eigenlijk, maar goed. Nou mensen, de vlog, blauw duimpje, abonneren. Zet de reactie hoe jullie mijn vlog vonden. En ik maak deze week weer een nieuwe vlog. Nou, doei, kus Miranda. Doei.